Ik ga naar buiten en ik heb het met Koen erover. Ik dacht namelijk echt, ik herken dat gezicht. En Koen zegt het ook, dus nou ja, misschien dat ik heel erg op mijn been. Nou, laat ik het gewoon vragen. Hallo? Hallo, en wie ben jij dan? Ik ben Marianne Vos. Nee. Dit zijn een paar ploeggenoten van Nederland Bloeit. Nee, oké, dan dat ik even scherp was. Het is Marianne Vos die hier gewoon staat. Ja. Fantastisch zeg. Nou ben jij van het dames, hoe heet het, wielrennen? Wielrennen, ja. Wielrennen. Maar ik zie, jij hebt nu een pakje aan, wat ik volgens mij wel vaker gezien heb, of denk je dat? Ja, hier op het plein is chocomel uitgedeeld door de melkveehouders. Ja, die zijn er echt al dagen druk mee. En dan komen ze midden in de nacht en dan hebben ze weer een check en dat is ongelooflijk. 24 uur per dag zijn ze hier bezig en ze gaan door totdat jullie hier uitkomen. Echt fantastisch, man. Ja, en wij hebben hier nog een beetje gefietst. Oké. Maar dat... Het totaal, dat wordt een hele mooie check die dus namens de Nederlandse melkveehouders en Nederland Bloeit. Ja, dus alles bij elkaar. Alles bij elkaar. Doe erop. En dat wordt een heel mooi bedrag. Ja, 10.000 euro. 10.000 euro. Nou, dan bloeit Nederland zeker weer inderdaad. Ja. En dat is het bedrag tot nu, dus ze gaan gewoon door. Iedereen die hier komt, die kan gewoon chocomel komen halen van Friesland Campina en... iedereen een eigen bijdrage en dan wordt het een heel mooi bedrag er nog bovenop. Helemaal te gek. Dankjewel Marianne, dankjewel iedereen. Bedankt. Echt, en blijf doorgaan. Keep up with the good work.